De clubkampioenschappen van de Nijmeegse studenten schaats- en skilovereniging Lacutris werd deze keer op natuurijs georganiseerd. Op de Oude Waal in de Ooijpolder weer tussen de wakker door de wedstrijd gereden. Afgelopen dagen was het al druk met schaatsers die er hun rondjes reden. De studentenvereniging vond het een goede afsluiting om het kampioenschap op deze manier te organiseren. Het was heel leuk om een kampioenschap op natuurijs te schaatsen. Het is voor mij ook de eerste keer. Ik heb zelf überhaupt pas één keer op het natuurijs gestaan. Dus het is wel heel anders dan een normale wedstrijd. Ja, wat er zo anders aan is eigenlijk het natuurijs is heel anders. Het is natuurlijk normaal gesproken rijden op een baan die echt door mensen is gemaakt. En om de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. En bij natuurijs, je bent gewoon overleverd een beetje aan de elementen. En je moet maar gewoon kijken welk stukje ijs het beste is. En daar het beste van maken. Het is wel aan de ene kant juist uitdagend. Het is heel anders rijden, een beetje voorzichtiger, een beetje... Ja, maar het heeft wel iets speciaals. Deze wedstrijd is nu georganiseerd eigenlijk als clubkampioenschap voor een vereniging, Lacustris. En het leek ons heel leuk om onze natuurhuispret een beetje te delen. En vandaar, iedereen kon eigenlijk starten die wilde. En er was zo positief op gereageerd dat ook voor andere verenigingen het is opengesteld. En op die manier dat we met z'n allen gewoon van de materiaal een beetje kunnen genieten. We hebben besloten om 40 startplaatsen te maken. Om sowieso te zorgen dat alle mensen ook konden starten die mee wilden doen. En het is vooral gesproken, je weet natuurlijk nooit of het ijs helemaal gaat dooien of niet. En er zijn allerlei dingen die daar meespelen. Dus om er zeker van te zijn dat iedereen mee kon doen, hebben we dat die regel hebben ingesteld.